U bent Evelien? Ja, dat klopt. Ook Evelien. Ook Evelien. Hoe lang doen jullie die organisatie van de avondvierdaagse in Adorp? Nu voor het zesde jaar. Wij zijn nog steeds dezelfde Evelienen. Ja. Nog last gehad van de warmte? Ja, op maandag, afgelopen maandag, toen we wilden starten, toen was er natuurlijk ook de weersvoorspellingen dat er noodweer zou komen. En vanuit Wandelbond werd afgeraden om überhaupt te gaan lopen. En wij hebben dat aardig uitgesteld en maar overleggen de hele dag. En wij zouden om 4:30 de knoop doorhakken. En toen kregen we allerlei spannende telefoontjes van de RTV, of RTV Oost en de NOS. En Tubantia. Dus ja. We werden de hele dag gebeld van, en weten jullie het al en gaan jullie door? Dus wij waren daar lichtelijk zenuwachtig over. Maar vanwege het bijdraaien van het weer hebben we toch besloten om het door te laten gaan. En daar zijn we heel blij om. En de wandelaars ook. We worden ondersteund, of de wandelaars worden ondersteund door de Harmonie uit Friesveen. En ja, dat doen ze ook al voor het zesde jaar. En ja, geweldig, fantastisch. Ja, ze komen vanaf de brug, de sluis, dan verzamelen we allemaal. Het is even een puzzel, want de bussen die passeren elkaar. En dan komen ze hier naartoe via de Albertusstraat, gaan ze de Berkenlaan in. En dan even denken, de Acacialaan, Eikenlaan een stukje. En dan via het Kerkenplein lopen ze weer terug naar het Ahoes. En dan zijn ze hier allemaal. En hier hebben we dan nog een afsluitende verrassing. Mag ik dat weten, wat die verrassing is? Je wordt morgen uitgezonden, hè? Ja. Kan heel veilig. Ja, we hebben een frietkraam krijgen we hier. Dus voor alle mensen die meewandelen, krijgen ze een frietje. Dus dat is hartstikke leuk.